je kijkt naar een nieuwe video. Ik heb vandaag weer een Shein shoplog voor jullie. Dit keer volgens mij de grootste tot nu toe. Echt, ik mocht zoveel uitzoeken. Dus deze video is dan ook in samenwerking met Shein. Dus daar ben ik ook heel erg blij mee en dankbaar voor. En jullie ook heel erg dankbaar natuurlijk dat dit kan. Dus ben je benieuwd wat ik dit keer allemaal heb uitgezocht bij Shein? Blijf dan zeker even kijken. Doe dat duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Want ik zie altijd dat heel erg veel van mijn kijkers niet geabonneerd zijn op mijn kanaal. En ja, je maakt me echt super blij mee als je dat wel doet. En volg me ook eventjes op Instagram. Dat is @floordelver. En dan gaan we snel beginnen met de Shein shoplog. Oké, dit keer is het dus echt bizar veel. Hier is de doos. En wat ik dus niet snap is dat hier zoveel items in kunnen zitten in deze doos. Zoals altijd zet ik alle linkjes in de beschrijving. Dus check aan het eind van de video even ja, de beschrijving. Want daar staat alles gelinkt. Elk item. En ik heb ook nog een leuke kortingscode voor jullie. Die jullie kunnen gebruiken voor korting. Dat is altijd mooi meegenomen. Met de code 15floor krijg je 15% korting op je order. Dus check het even in de beschrijving. Daar zou ik het allemaal linken. En nu gaan we echt beginnen. Echt, ik zeg dat zo vaak. Ik ga beginnen en dan moet ik nog van alles zeggen. En dan denk ik, ja, zijn we ondertussen weer een kwartier later voor we echt gaan beginnen. Dus nu ga ik echt beginnen. Nou, op 1 april heb ik het besteld. De bestelling geplaatst. Of tenminste, hij is voor mij besteld. En een week later kwam hij binnen. Dus dat is top. En ik heb eigenlijk ook nooit last van invoerkosten of problemen. Dus ja, dat is fijn. Oh, echt helemaal zin in. Oké, waar ga ik dit allemaal neerzetten? Kijk hoe vrolijk dit eruit ziet. Ik weet niet of ik dat nou al had gezegd. Maar dit keer zijn het dus alleen maar lente- en zomeritems. Echt helemaal zin in. We gaan beginnen met het eerste item. En dit is dus gelijk een bikini. Ik heb een paar mooie bikinis gescoord. Tenminste, dat hoop ik. Ik hoop dat het past dus. Let's try. Oh, ja, deze is zo mooi. Wow, wat zit hier allemaal bij? Wacht even. Hé? Twee broekjes? Is dat dan een andere maat? Hoe dan? Ik heb 2 keer een maat S. Of is dit geen broekje? Dit is toch gewoon een broekje? Nou, foutje bedankt. Ik heb 2 keer hetzelfde broekje ontvangen. Dus die ga ik aan mijn zus geven. Die heeft ook maatje S. Maar we beginnen dus met de bikini. En dit is zo'n mooi bikini, echt. Och, ik hoop dat die dus past. Ik heb een maatje S besteld. Het viel als goed is wel op maat. Shein valt bij mij in ieder geval altijd wel op maat. Qua kleding, maar ook qua bikinis. Dus ik ben gewoon voor een S gegaan. Ik heb namelijk deze zwarte bikini besteld. Het is een beetje ingewikkeld om zo te laten zien, maar je ziet het wel op de aanbeelden. Dit is hem. Het is gewoon een hele simpele, nou ja, eigenlijk is het helemaal geen simpele top, maar qua vorm wel. Het is gewoon zo'n triangle bikini. Er zitten ook pads in, maar die kun je er wel uithalen, dus dat is op zich wel fijn. En dan heeft hij van die bandjes en die kun je dus om je heen knopen. En dan hebben we dit broekje. En dit broekje, als die past, zit hij denk ik echt perfect. Heel erg mooi vind ik die. Hij is ook niet heel cheeky of zo. Ik bedoel, hij bedekt ook niet je hele kont. Dat vind ik ook niet mooi als het echt zo'n oma bikini broekje is. Maar ja, het is ook niet echt zo'n string broekje. Dus volgens mij zit hij echt perfect. En dan heeft hij hier dus van die bandjes waardoor je je huid zeg maar aan de zijkant ziet. En hij is ook heel hoog, high-waisted. En dat vind ik ook echt heel erg mooi. Dus ik hoop dat dit gaat passen. Het ziet er in ieder geval super mooi uit. En als het past is het denk ik echt perfect. Dus ja, ik ben hier zo op het oog heel erg blij mee. Hey Britt, ik heb een bikini voor je. Ik heb, ik heb 2 keer hetzelfde broekje gekregen. Mooi. Maatje S. Oh, dan gaan we de vet erdoor. Nee, ik denk dat dit wel mooi is. Al dat vet. Rollade. Ja, dan gaan we rollade ingepakt. De bikini kost maar 11 euro en dan heb ik in de maatje S. Oké, dan deze bikini. En dit lijkt wel een of ander setje. Kinky setje. Setje. Oh, echt, je moet oppassen dat je geen roulade wordt, zoals mijn zus zei. Het zit zo strak dat dit super erg trekt en gewoon, nou ja, ik klaag helemaal niet over mijn lichaam. Ik ben er best wel tevreden mee eigenlijk, maar dit zit zo strak. Alles komt er gewoon dubbel dwars doorheen, zeg maar. Maar nee, ja, het had heel leuk kunnen zijn, maar het is hem net niet. Gewoon. Gaan we door met het volgende item. Heel vrolijk is deze. Ik heb dus dit hele leuke setje in een babyblauw. Zo, deze ziet er heel groot uit. Hoe kan dat? M. Oh ja, ik heb het in een M gedaan. Dit setje heb ik in een M gedaan, want ik dacht als dit topje, die zag er gewoon heel klein uit of zo. Dus ik dacht, dan kan ik het beter in een M doen. Maar als ik het nu zo zie, denk ik, jeetje Floor, ik had het toch wel beter in een S kunnen doen. Hij ziet er namelijk heel erg
breed uit. Maar goed, het is heel erg cute. Die je kan aanstrikken nog. En van die pofmouwtjes. Het is echt super schattig dit topje. En dan zit daar dus dit rokje bij. Het is echt zo'n heel erg cute setje. Maar deze ziet er heel erg breed uit. Oh, echt stom. Ik hoop dat ik hem pas. Want ik ben eigenlijk best wel smal in mijn taille. Dus dan, en in mijn heupen. Dus dan hoop ik dat dit past. Maar hoe leuk is dit als setje? Ik heb dus deze dus beide in een maatje M. En dit koop je als een setje. En dit setje kost 15 euro. Dan heb ik dit hele leuke setje. Je moet wel oppassen, want je kan hier echt geen BH onder. Want het is zo'n vorm topje, zeg maar. Dus dat zie je helemaal uitsteken. Dus ik heb er nu geen BH onder. Maar ja, dan moet je wel een beetje oppassen met bewegen. Want anders vloept alles eronder uit. En het heeft dus ook geen steuning. Dus als je hele grote borst hebt, is dit echt geen handig topje. Maar voor mij zit het gewoon super goed. En ik ben ook blij dat ik een M heb gedaan. Want ja, het rokje zit ook gewoon heel erg goed. En valt ook gewoon wat langer dan. Dus ik vind dit echt heel erg schattig. Heel leuk. Oh, ik hoop dat die niet helemaal vervormd is. Dit is zo leuk. Even kijken of die mooi zit. Ja, dit ziet er echt niet uit met dit shirtje. Oh, dit ziet er echt niet uit zo. Oké, ik moet hem even goed gaan vormen. Ik weet niet hoe ik dat ga doen. Dit leek me dus heel erg leuk bijvoorbeeld met dat setje van net, dat blauwe setje of een hele lange jurk. Ik heb zo'n hele mooie blauwe jurk van de Stradivarius. Met sandaaltjes eronder van zo'n kleurtje zeg maar. En dan hoed erbij. Ja, ik zag het helemaal voor me, maar hij is dus een beetje misvormd. Dus ik weet niet helemaal of ik voor dit lookje ga. Maar ik weet ook niet of het nou komt omdat ik zo'n shirtje aan heb. Dus ik weet het niet over deze. De hoed kost 5,50 euro. Ik heb de hoed nu een tijdje op en ik vind hem dus eigenlijk echt helemaal schattig. Oké, het volgende item is echt een floor item. Het is namelijk dit korte broekje. En ik had echt weer korte broekjes nodig, want ik zat mijn kast laatst op te ruimen. En ik had nog maar twee echt spijkerbroekjes en die waren eigenlijk al te klein. Dit is hem. En ja, ik vind deze echt helemaal leuk. Zoals je misschien wel weet, als je me langer volgt, heb ik vlindertattoo op mijn enkel. En vlinder is helemaal mijn ding. Dus ik heb dit korte broekje besteld. Hier zo bij de zak heeft hij zo'n geborduurd rood vlindertje. Het is ook echt heel erg mooi erop geborduurd. En dan op de achterkant blauw en rood. En gewoon van die zakken. Hij is ook lekker gerafeld aan de onderkant. En de wassing qua kleur vind ik ook heel erg leuk. En hij voelt ook lekker. Gewoon echt als gewoon een H&M broekje of een Zara broekje. Heel chill. Dus dat is deze. Aha, dit broekje heb ik in maatje M besteld, zie ik nu. Omdat hij wat kleiner zou vallen, stond er. Dus dan neem ik altijd een maatje groter. Maar ik denk dat dat wel goed moet komen. En anders kan ik het altijd nog dragen met een riempje of zo. Geen idee. Deze kost 13 euro. Dan dit broekje. En die zit ook gewoon heel lekker. Iets aan de ruime kant. Ook aan de achterkant kun je dat eigenlijk vooral hierboven zien. Maar ik denk dat het wel goed moet komen. Ik vind deze echt mega leuk en lekker stretchy. Dus heel blij mee. Volgende item is echt weer heel erg lekker zomers. Of als het mooi lenteweer is of zo, zie ik het helemaal voor me. Ja, het is echt best wel kleurrijk ook deze shoplog. Maar ik hou wel van kleurtjes in de zomer. Ik denk als je bruin bent dat het ook heel mooi is. Ik heb namelijk dit hele leuke jurkje besteld. Ja, het is een beetje lastig om te laten zien, want hij heeft best wel veel details. Je hebt namelijk hier bij de mouwen van die touwtjes die je dan kan knopen. Dan heb je zo'n leuk strikje. En dan heb je hier zo'n druppelachtig vormpje hier zo in de mouw. Heel leuk. En verder heeft hij dan nog een V-hals. Ook heel cute. En heeft hij nog van die bandjes waardoor je hem een beetje leuk kan tailleren. En een strikje kan maken zodat het wat leuker in model zit. Ik moet zeggen, het opdrukje, het printje is echt wel heel goedkoop. Het ziet er echt wel heel goedkoop uit. Het stofje ook. Ik weet niet of je begrijpt wat ik bedoel. Maar ik denk in de zomer dat dit wel heel leuk is als je lekker bruin bent. En dit jurkje kost 20 euro. Dan dit jurkje. Ik kan hem alleen niet bij mezelf strikken. Maar ik vind deze eigenlijk niet echt. Ik vind hem een beetje degelijk. Omdat hij ook best wel lang is. En de printje is echt super nep. Ik weet niet of dat op camera te zien is. Volgens mij valt het op camera echt wel heel erg mee. Maar het is echt heel nep. Dus ja, ik vind dit eigenlijk niet heel leuk. Misschien leuk voor Koningsdag. Omdat het best wel fel oranje is. Maar het is een beetje een nep printje. Ik weet niet. Ik vind hem niet geweldig. Volgende item is weer een bikini. En dit is ook weer een zwarte. Ik heb ook nog een andere kleur besteld. Oh, dit is een badpak. Aha, ja. Oh my god, deze is mooi. Ik hoop dat die past.
Dit is hem. Hij is ook echt gewoon... Ik weet niet. Hij ziet er wel heel groot uit. Ik denk dat alles tevoorschijn komt als ik deze aandoe. Hij ziet er echt heel groot uit. Welke maat heb ik hem? In een S. De voorkant is heel erg mooi diep ingesneden. Ik vind dat op zich wel heel erg mooi. Ik moet even kijken of dat bij mij ook mooi is. En de achterkant heeft een en al open rug. Er zitten ook pads in, dus dat is ook wel heel erg fijn. Maar die kun je er ook wel weer uithalen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik moet dit gewoon even aanzien. Maar hij ziet er zo wel heel mooi uit. Maar ik ben wel benieuwd of ik hem pas. Want hij ziet er wel heel groot en breed uit. En ik weet niet of dat hier zo bij mij gaat werken. Dus we gaan het zien. Dus dat is deze badpak in een maatje S. En die kost 12 euro. En op een model is die echt super fleek. Kijk dan. Zo mooi. Dan heb ik deze badpak. En deze vind ik... Ja. Nee, dit kan niet. Wat ik wel mooi vind is deze onderkant. Hij is echt heel erg mooi, hoog. Maar nee. En zoals je hier wel ziet, aan de zijkant hier, deze gaat ook de hele tijd eruit. Dit hele badpakje verschuift, zeg maar, hierboven. Het is echt niet te doen. Maar ik vind de onderkant wel heel mooi. Die sluit heel mooi aan bij de heupen, maar niet praktisch. Echt één beweging en alles vloept eruit. Volgende item. Weer lekker kleurrijk. Ik heb namelijk weer zo'n setje gekocht. Namelijk dit rokje. Oh, wat cute. Die van die, dat heb ik helemaal niet gezien. Dit is dus in een roze kleurtje met een witte opdruk erop. Er zit ook een elastiek in de bovenkant, dus hij is ook lekker stretch. Dat is echt heel erg fijn. En daarbij heb ik dit topje. En dit topje is ook echt veel te schattig. Ook gewoon in combinatie met dat rokje. Dit is het topje. Hij is ook heel erg lekker stretch. Ook van de achterkant is dat van dat Merrek, zo'n Merrek stofje. Ja, en de mouwtjes zijn ook echt heel schattig. Heel minuscuul en klein. Dus dat is dit setje. Echt wederom weer super leuk. Deze heb ik dus in de maatje S. En die kost, even kijken, 19 euro. Nou, dan dus dit setje. En ik vind deze echt heel schattig. Echt heel leuk. De mouwtjes zijn ook mega klein. Maar ik weet niet, ik vind dit echt heel schattig. En het rokje zit ook heel erg lekker. Super leuk setje. En het is ook heel stretchy. Dus hier ben ik echt heel blij mee. Hoe leuk is dit als je lekker bruin bent? Volgende item is weer een kort broekje. Wow, heel mooi. Stofje voelt weer echt super lekker dik aan. Gewoon echt heel fijn eigenlijk. En dit is het broekje. Ik vind het heel erg mooi dat hij aan de onderkant een beetje stuk is en gerafeld is. En de wassing vind ik ook heel mooi. Ja, het is wat stoerder of zo. En de achterkant ziet er... zo uit. Ik hoop dat die niet te kort is, want ik heb echt heel erg snel met korte broekjes dat ze gewoon te kort zijn aan de achterkant. En dat ik, als ik dan buk, dan zie je alles. Dus dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Maar ik hoop dat deze wel past, want deze ziet er echt super leuk uit. Dus deze heb ik in een maatje S. En ik ga even kijken hoe duur die is. Deze kost 13 euro. Dan dit broekje. Broekje echt vind ik heel erg leuk. De wassing vind ik ook heel mooi. Ook deze is alleen wat aan de ruime kant. In ieder geval, het gaapt bij mij altijd zo. Maar qua lengte is die gewoon super goed. En dat heb ik eigenlijk vrijwel nooit met broekjes. En dan zijn we er echt nog lang niet. Oh, deze vind ik echt heel leuk. Ik heb nog wat festivals op de planning staan. Van 2019, of wanneer was dat? 2020. Die kaartjes had ik nog. Dus als, misschien dat het dit jaar doorgaat. We weten het niet. Als het doorgaat, is dit item echt heel erg leuk om te dragen. Dit is namelijk een soort kimono vest in dit printje. Het is namelijk een hele, ja, eigenlijk is het gewoon een kimono. Een heel erg lang, ja, vestje, kimono, whatever. En dan heeft hij nog een band, zodat je hem nog wel half dicht kan doen, zeg maar. Dan met zo'n kort broekje van net, deze. Deze erbij en dan een witte of zwarte crop top of zo. Heel erg cool. Ik ben heel erg benieuwd hoe die aanstaat. Dus dat is deze kimono. Mega blij mee. De kimono heb ik in een maatje S en die kost 18 euro. Dan heb ik de bikini aan met de kimono. Ik ga helemaal stuk op deze kimono. De kimono is trouwens echt prachtig. Let niet op mijn sokken. Maar echt super mooi. Niet normaal vind ik dit. Ook gewoon die mouwen zo. Geweldig. Maar kijk, ik ga echt stuk. Er zit gewoon een soort van gat in. En deze kant ook. Zo van, als je zweetoksels hebt, kun je het lekker laten luchten. Even serieus, wat is dit? Waarom zit hier een gat? Dat is toch bijzonder? Dat zie je toch niet echt, maar echt prachtig. Ook deze touwtje, of dit touwtje er zo bij. Ik vind deze kimono echt helemaal geweldig. Het zou wel top zijn, toch? Als je niet meer met deze zakken gaat werken.
Of ben ik de enige die daaraan denkt? Want ik heb straks alles hier ja, vol zitten met deze zakken. En vervolgens gooi je het weg. Want wat moet je ermee, zeg maar. Ik vind dat echt best wel heel erg zonde. Best wel. Eigenlijk is dat gewoon super zonde. Wat is dit? Oh ja, deze vind ik zo mooi. Ik zag deze en ik dacht echt... The perfect white little dress. Deze. Oh my god, ik ben verliefd. Deze met die hoed. Ja. Ik heb hem in een maatje M. Zo, ik had de achterkant laten zien. Dit is de voorkant. Ik heb hem in een maatje M, omdat dit echt zo'n stofje is wat niet heel erg meerekt. Ja, een beetje linnen katoenachtig lijkt het. De achterkant heeft een rits, dus je krijgt hem ook wel lekker aan als het goed is. En ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe deze staat. Je kan hem off the shoulder dragen, maar ook gewoon een beetje zo. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe die staat. Echt geweldig vind ik deze. Ik zie ook dat elke maat is uitverkocht op dit moment. Dus ik ben blij dat ik hem nog heb kunnen bemachtigen. Hij is dus denk ik heel erg gewild. Materiaal. 100% katoen. Top. Nou, heel blij mee met deze. En hij kost 19 euro. Dan dit leuke jurkje. Maar hierboven zit hij dus een beetje raar of zo. Hij steekt heel erg naar voren. En als ik het dan meer naar onder doe, ja, ik weet niet. Dan zit het hier weer een beetje gek of zo. Dus de bovenkant zit een klein beetje raar. Maar op zich, ik denk dat het komt omdat dit best wel zwaar is. Dat het dan een beetje naar voren gaat leunen of zo. Maar ik vind hem wel echt te schattig. Ik had hem ook in een S gekund. Maar ik weet niet, die mouwtjes ook. Helemaal schattig. Oké, ik heb even een ander shirt aangedaan. Ik voel die gekleurde vibe niet. Ik voel dat shirtje niet helemaal. Dus ik stoorde me een beetje aan. Dus ik heb even een ander shirt aan. Deze toevallig ook van Shein. Dit is zo'n mesh topje. Met bloemetjes. Heel, heel erg leuk. Leuke witte of zwarte bralette eronder. Ja, het is echt een lapje stof eigenlijk, maar hij is dus een beetje doorzichtig. Ik vind het echt super leuk. Deze. En dan is die een beetje geruffeld, of hoe noem je dit? Een beetje geen idee hoe je het noemt. Maar hoe leuk met dus een bralet of zo eronder. Ook heel erg leuk met een festival en dan misschien dat vlinderbroekje of zo. Dat spijkerbroekje. Ik zie het helemaal voor me. Dus dat is deze. En deze is volgens mij ook echt vet goedkoop, want het is een heel klein beetje stof. Deze kost 4 euro en heb ik in een maatje S. Dan heb ik dit aangetrokken. Nou, deze zou ik sowieso met een zwarte bralet eronder doen. Want wit schijnt echt niet mooi door, vind ik. Ik denk als je zwart eronder hebt dat dat echt mega mooi is. Maar ik vind deze echt geweldig. Hoog colletje ook. Hij zit heel lekker. Zit ook geel in, dus dat vond ik leuk met deze broek. Dus ja, ik vind dit heel leuk. Volgende item. Leuke kleur. Zo, dit is wel heel heftig deze kleur. Maar eigenlijk ook wel heel vet op vakantie weer, wederom als je lekker bruin bent. Dit is hem, dit is namelijk zo'n broek. Een hele, 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 hele wijde broek. De achterkant heeft een rits, dus je krijgt hem wel makkelijk aan. En voor de rest is dit dus echt een mega wijde broek zoals je ziet. Maar ik vind dit heel leuk met een witte body of zo erop. En dan sandaaltjes eronder of hele mooie fancy hakken. Of een zwarte crop top erop met zwarte hakken eronder. Dat zie ik ook wel voor me. Deze broek kost 14 euro en heb ik in een maatje S. Dan is de broek. Nou, de broek zit ook echt mega lekker. Heel erg leuk voor de warme zomerdagen. Hij is wel echt mega, ja, wijd. Dus je moet er verhouden, maar ik vind dat wel leuk. Dan toveren we even een doos uit de doos. En wat ik net al vertelde, hoe leuk is die gele broek met zwarte hakken en een zwart kroptopje. Nou, surprise, surprise. Ik heb schoenen besteld op Shein. Heel erg benieuwd. Zo, er komt een geur vanaf. Dit zijn de hakken. Wauw, echt heel mooi. Even kijken naar de afwerking. Oh, er zit ook nog zo'n plasticje op. Oké. Oh, heel mooi. Hij is ook echt super mooi afgewerkt. De hak kost 19,50 euro en ik heb hem in mijn eigen maat, maat 39. En dit is hem. Het is gewoon een hele mooie, best wel hoge hak. Hij is ook van fluweel, van velvet. Heel erg zacht. En de onderkant ziet er zo uit. Maar hij heeft dus van die ja, touwtjes waar dat je zo om je been kan wikkelen. Ik vind dit echt heel erg mooi in de zomer of zo. Ik ben blij mee. Echt, zulke hakken wilde ik al een best wel lange tijd. En ik vind deze echt super, super, super mooi uitzien. Dus
Yes. Maar die hakken, vreselijk. Het is echt super mooi zulke hakken, maar deze kwaliteit niet te doen. Ik kan hier echt helemaal niks mee. Ik weet niet of dat te zien is, maar zeg maar hier zit achter, je kun je achter niet met je hakken komen. Dus je, ja, het loopt gewoon voor geen ene meter. Nee, dit is echt niet, deze onderkant is niet fijn om op te lopen of zo door dit hierachter. Het is heel los of zo. Je kan hier ook niet achter met je hak komen. Dus het is gewoon niet stevig. Maar het model vind ik wel leuk. Dus... Dan weer een bikini volgens mij. Weet ik niet zeker, maar is dit de laatste bikini. Maar dit is hem. Wow, yo. Die ziet er groot uit. Zulke grote boobs heb ik niet. Oké, het ziet er wel heel groot uit, maar dit is de bikini in een panterprintje. Gewoon bruin met zwart en wit. En ik vind dit, ja, deze vorm, het model van deze top vind ik heel erg mooi. Hij heeft ook een beugel, dus dat is op zich wel heel fijn. En er zitten ook pads in, maar ja, die kun je er wederom ook wel weer uithalen volgens mij. Even kijken. Oké, de pads kun je er niet uithalen. Dus dit is het topje en dan zit er ook nog een broekje bij. En deze is wel een beetje cheeky, maar ik vind hem wel heel mooi. Het is echt zo'n Brazilian broekje. En deze kost 12 euro. Dan het topje, die vind ik eigenlijk nog verbazingwekkend goed zitten. Dat had ik van tevoren niet verwacht. Je kan deze, oh, die kun je wel verstellen. Dus dat is op zich ook wel chill. Dat hij dan misschien nog iets strakker kan, maar... Ja, deze zit heel goed. Alleen het broekje zit echt niet chill. Die zit heel laag. Kijk, het broekje zit heel laag hier. En ik had het fijner gevonden als je wat hoger zat. Oh, dit stofje vind ik echt niet fijn. Dit is zo'n polyester stofje. Heel... Ja, als je dit als shirtje hebt, ga je er echt van zweten. Dit is hem. Ik vind dit wederom weer een hele mooie broek. Dit is weer zo'n flowy, wijde broek in het beige. Heel leuk weer met een witte body of iets erop. In de zomer met van die hakken eronder. Ja, ik vind dit een hele mooie broek. Hij is dus wel heel... Ja, hij voelt heel goedkoop aan, dus... Ja, maar goed, misschien staat hij wel heel mooi. Wat ik wel een beetje raar vind is de bovenkant. Ja, van die inhammetjes of zo. Hier. Maar goed, misschien valt het wel mee als ik hem aan heb. Deze in de maatje S en hij kost 16 euro. Dan deze broek, maar deze is helaas echt veel te groot. Hij zakt helemaal af. Het mooiste zou zijn als hij hier gewoon zo vast zat. Maar ja, dan moet er echt nog best wel een groot stuk af. Hij zit nu gewoon te groot, dus dan loop ik en dan... Ja, nee, dat is niet top. Maar verder vind ik hem wel heel mooi. Ook met die wijde pijpen gewoon voor in de zomer. Hij is wel lekker lang, maar dat vind ik op zich wel mooi. Met hakken of zo. Maar ja, hij is gewoon wat te breed aan de bovenkant. Dan nog een bikini. En dit is misschien wel mijn favoriet als die past. Want dan is die denk ik echt perfect. Ik vind dit topje wederom weer echt super mooi. Dit model, het is namelijk deze. Ik denk trouwens dat deze... te klein is, maar we gaan het zien. Hier kan de vulling er wel uitgehaald worden, dus dat is heel erg fijn. En er zit ook een beugel in, dus hij is wel extra stevig. Het stofje is ook heel stevig, dus ik denk als ik de vulling eruit haal dat het ook niet doorschijnt, want hij is echt heel dik ook. Heel erg benieuwd. En je kan de bandjes verstellen, wat ik ook wel heel erg fijn vind. Dus dat is dit topje. En dan als broekje deze. En dit is ook weer zo'n Brazilian broekje die heel erg mooi zit. Hij is wel weer wat hoger, vind ik wel heel erg mooi. En hij valt ook iets meer zo, zeg maar. Wat ik ook heel mooi vind in mijn taille, denk ik. Deze bikini heb ik in de maatje M, want deze viel best wel klein, zag ik. En hij kost 12 euro. En ik ben blij dat ik in de maatje M heb gedaan, want zo op het oog ziet hij er ook best wel klein uit. Dus een S had zeker niet gepast. Topje zit op zich wel goed. Wat ik wel een beetje jammer vind, is dat hij heel erg... hij gaat dus een beetje zo staan, zeg maar. En dan zie je dat witte... wat eronder zit. En dat vind ik dus wat minder. Maar verder zit het topje op zich wel heel goed. Het broekje zit ook wel heel erg goed. Oké, dan komen we bij het ene laatste item aan. Dit is een broekje. Wederom weer van polyester gemaakt. Dat kan ik gelijk voelen. Dat vind ik qua uitstraling altijd iets minder. Maar hij ziet er wel heel leuk uit. Alleen moet hij even gestoomd worden. Maar dit is het broekje. Hij heeft aan de bovenkant gewoon... Ja, is die gemaakt van elastiek. Dus hij is super rekbaar. Er zit ook een leuk lintje bij in of om, dus je kan hem ook leuk strikken. En ik denk dat dit gewoon heel erg chill is voor even boven je bikini. En de kleur vind ik ook heel mooi. Het is echt zo'n poeder oudroze kleurtje, dus heel cute. En hij heeft nog zakken.
Dus dat is ook wel heel fijn. Dus ja, dat is deze. En hij schijnt volgens mij wel een beetje door als ik dat zo zie. Deze kost €5,50 en heb ik in een maatje S. Dan dit broekje en die zit ook echt top. Hier ben ik echt heel blij mee. Hij zit echt heel erg lekker. Als hij aan is, vind ik de kwaliteit heel anders ogen of zo. En de lengte is ook gewoon wel top voor de achterkant. Dus daar ben ik echt blij mee. Dus ja, echt heel erg leuk broekje vind ik dit. Dan het laatste item, dat is dit topje. Die heb ik in een maatje S en die kost €16. Ik vind dit printje heel erg mooi. Dit is echt een topje wat je nu al lekker kan gaan dragen, aangezien hij lange mouwtjes heeft. Hij is wel van polyester gemaakt, dus hij gaat wel heel erg zweten. Maar ja, ik vind het topje zelf echt heel erg schattig. Hij heeft een hele mooie V-hals en een beetje een pofmouwtje met hier ook zo'n ruffeltje. En hier zitten ook nog allemaal ruffels aan de zijkant. En ja, love it. Heel leuk, heel vrolijk. Dus dat is dit topje. Dan denk ik mijn favoriete topje. Ik vind dit helemaal leuk. Hij zit super leuk. De V-hals is niet te diep. En ja, hij sluit gewoon heel erg mooi aan. Ik ben echt verliefd op dit printje ook. Dus helemaal leuk dit topje. Nou, dan was dit de shoplog. Jullie hebben al kunnen zien hoe het staat. Ik hoop dat het een beetje mooi staat. Hoe het in ieder geval zo eruit ziet, ziet het er heel erg leuk uit. Dus ik ben heel erg benieuwd. Check ook even de beschrijving voor de linkjes en de kortingscode 15floor voor 15% korting op je bestelling. En ja, dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet dus niet te abonneren op mijn kanaal. Maak je me heel erg blij mee. En dan zie ik jullie tot de volgende video. En bedankt voor het kijken. Doei doei!